Oké, moeders. Stel even voor, vertel waarom je hier bent. Wat je doet in het dagelijks leven. Nou, ik ben Meta en ik ben de moeder van de mannen van het DW Fishing Team. En ik mag een nachtje mee vissen. Omdat ik dat heb gekregen voor moederdag. Voor moederdag? Ja. Meen je niet? Helemaal goud. Dus ik heb daar heel veel zin in. We hebben fantastisch weer. En perfect stek. En ik hoop ook een hoop bakken. Dus, en wat wordt je verwachting? Ik denk dat de Wiets en Tjit allebei tweede gaan vangen. En ik eentje. Eentje? Oké. Okay. Ja, dus we zijn benieuwd. We gaan het zien. We gaan het allemaal meemaken. Ja. Tjitten? Kijk, ja, ja. Dat is wel romantisch zo. Heb je zelfs ook wel eens met je vriendin geregen? Ja, niet weten. Of was dat samen op je eigen stretch? Dat wil je de kijkers natuurlijk wel eens horen. Ja, vertel niks. Zwijg eens. We gaan altijd overhebben overheen. Ja, ik moet dus weten. Oeh, spannend. Ja, welkom bij Carp Vissen voor Dummies. Mijn moeder heeft dit uitgerecht. Je ziet hier een omrijdje met een mooie hoek erin. Er komt een krimpkous. En dat zorgt dat hij goed in de carpetback haakt. Dit is eigenlijk de carpetback. Dit is de haak. En door het krimpkous, dus dit, gaat hij goed inhaken. Oh ja. Dit is dus krimpkous zonder dat het geswimd is. Zie je, het is nog een vrij dik. Mm-hmm. We gaan dat nu in het kokend water doen. Dan zwemt het en dan kan je het in de juiste hoek buigen. Ja, een beetje zo. En dat hij goed haakt, heb ik begrepen. Kijk, daardoor haakt hij zo goed in. Kijk, als dit een carpetback is. Bijna. Kind kan de was doen. Hey. Prima. Tjaka, zo hop in die onderlip. Nou, maar nou die vissen nog, hè? Die ja. Carpus. Kijk, we vissen vandaag met deze rollen. Ken je het kus van Nash? Wat zijn dat bollen? Bolle. Dat is een boilies. Dat is voer voor de vissen. Dat weet moeders nog wel. Bolle. En een beetje tijgers. En een beetje tijgernoten erbij. Kijk eens. En hoe lang hebben ze aan die al in die emmer te stinken? Ik denk wel een weekje of twee. Zo. Ah joh, ze dus gaan nu op. Dus, Arme moeder. Kom goed. Waarom doe je dat nou? Nou, ik ben nu ook de chotters aan het krimpen. Chotterig is zeg maar een richtje met een gebogen boring. Zeg maar zoals dit. En als je hem gaat krimpen, dan komt er zo'n boring in te staan. Mm. Dus dan hebben we hier een speciale houder voor. Dat hij zo in deze positie blijft. Oh ja. Daarom doen we dat. Nou, omdat hij best wel een dressuur heerst, ga ik met andere aasvis als de rest. Het zijn 2,5 of 12 mm. 25 cm onderlijntje. En dan heb ik een stukje PVA eromheen gedaan. Om de haak te beschermen tegen het drijfvel. En dan voer ik hem met dezelfde boilies. 12 mm scoping squid van de Nash. Ja, hier kleine balletjes. Ik hoop niet dat er te veel brasem zit. Anders wordt het weinig slaap. Maar in die wagen, in die wind. Dus gaan we hem ingooien. Een mooi stekje om te vullen. Een mooi PVA zakje gemaakt. We zijn weer eens aan het gooien, dus voorkomen dat de haak, dat er vel op de haak zit. Dus die prikken we er gewoon zo even op. Ja, hij is uit. Kind kan de was doen. Oh, het is één keer. Goedemorgen. Dat is een drie, man. Hier ging het echt hard. Kijk, dat is wel.
Zet mij in de aard. Hoe weet jij? Dien, kijk. Ja, goed zo. Heb eens. Even een beetje water doen. Boven water. Zo jongens, daar is het. De eerste. Sterk schub, snoei alle artefacten. Ja, dat is de resultaat. Daar ben je ook blij mee. Zo ja. Voor de nacht. Mooi beest. Lekker man. Ja, vertel eens wat over. Ja, yeah. Zeg maar op de... Mooie schub. Iets hebben we gevangen. En ik mag er wel voor staan. Twee halve scope squid. 12 mm boys. Ja, toppertje. Doet toch zijn werk. Maar hij wil weer het water in. Mooi visje, Ian. Hoeveel weegt hij? Hoeveel weegt hij, denk je? Ik denk kilo of 8. Kilo. Nee, kom weer. Hij wil weer het water in. Hij mag weer terug. 10 kilo. 10 kilo. Hij is 10 kilo, jongens. Nee. Ja. Hij moet echt nog een beetje bijkomen, denk ik. Ja, water in de kieuwen. Dus je moet hem niet gelijk afvallen, anders gaat hij dood. Dat moet je niet hebben, hè? Even weer weg naar het water. Ja, hey, dat is echt een mooie vis, ja, hoor. Oké, dat is 1. En moeder is mooi. Ja, toppie. Yes. Ik heb hem nog niet eruit gehaald, maar hij was wel even top. Heel leuk, een toppie doosje. Ja. Nou, wat zit er in de toverdoosje dan, David? Alleen maar geheimen. Anders is geen toverdoosje. Dit is zeker wel je optimale vakantie, moeders. Ja. Krantje rezen in de buitenlucht. Ja. Hamburgers erbij. Ja. Ruik je het? Nee, zeker. Nee, ik ruik het al. Kijk maar. Kijk eens wie we daar hebben. Onze grote vriend, de schildpad. Waarom dan? Zo, de avond is aan het vallen. En we zijn even een lekker burgerje aan het eten. Nummer 3. Lekker hoor. Maar Wiet, wat zie ik nou op jouw bord liggen? Ja. Je ziet wel, moeders die heeft... Moeders die is toch beïnvloedbaar. Ja. Sla. Sla. Nee. Geloof toch zelf niet? Nee. Een beetje fit blijven, een beetje vitamintjes voor alle karpervissers. Gewoon ah, joh. Gezond happen. Ik doe alleen maar deze vitamine. Hoppa. Vitamine B. Vitamine bier, jongen. Hats. Yeah. Hartje. Nee, proost, pik. Nee, ik kan hem toch wel scheppen. Zo, dames en heren, wat er nou toch weer is gebeurd, is toch wel weer mooi. Zo, goeiemorgen. Baas, kijk, poepgruk. Spiegel. Chitten, die doet het gewoon weer. Te ziek. Weer een spiegel. Fucking mooi. Nou, weer een spiegel. Dat is lange tijd geleden. Maar, oeh, dat ging niet bij. We zitten er weinig, maar als ze gevangen worden, dan is ze weerstand altijd niet. Shit. Vis had goed nat houden, jongens. We zijn nu even een emmertje vergeten, dus op deze manier lukt het ook wel. Hey, goed bezig, moeders. Kijk eens. Daar hebben we wat aan. Kijk hier, top. Helemaal nat. Guit. Ah joh, maakt niet uit. Al een keer truien. Dan wordt die vis niet minder mooi, hoor. Wat een prachtige vis, jongens. Hier doe je het. Bizar. Echt bizar. Bizar schubbenpatroon. Echt prachtig. Top vis. Yeah. Heel vet. Heel vet inderdaad. Ja. Waar heb je hem op je chat? De Tijken, het Crush van Nash. Lekker bolletje. Vang door het hele jaar door. En, ja. Ja, te ziek. Ik zag dus ook al vanavond een vis op die stek azen.
staat boven water. En nu heeft hij dus ook jouw boeien gevonden. Ja. Laat de andere kant maar zien. Zal ik even voor je doen. Mam, kom er ook nog even bij. Ja, mam, even de film. Nee, doe ik zo. Kom er even bij zitten. Kijk, want moeders, je hebt ook gewoon een stukje gedrild. En mam? Ja, trots. Wat vond je ervan? Ja, super. Hij was wel bijna verspeeld, dus toen heb ik hem maar weer overgepakt. Niet verklap. Maar ja, dat is mooi. Je doet het voor. Je doet het voor. Daarom, ik heb vast... Mam, geef maar een kus. Ja, dag. Ik heb vast een beetje aan de lijn gehad. Hé, hey, wat zien we hier? Vertel eens. Is het nou je eerste karper? Nee, iets hebben we maar eruit gehaald hoor. Nee. Hij zat eigenlijk een beetje, hij was een beetje onder de brug, een beetje in de boom. En het was een beetje moeilijk, maar hij is eruit. Dus, voor de helft heb je hem al gevangen hoor. Daarom. En ik heb hem al vastgepakt. Onthaakt. Onthaakt, dus mooi beestje. Ja, kijk, ik ben bezig hoor. Dus, ja, dus hij is nou wel moe, want hij was wel sterk. Een sterk visie. Ja, zeker. Het is hartstikke leuk, joh. Hoe zwaar was die, denk je? Een kilootje of vijf, denk ik. Jullie vijf? Ik weet het niet, joh. Mooie schatting. Ik zou het niet weten. Prima. En waar wil je gaan? Daarom. Ja, hij gaat weer het water in. Top. Dat rusten. Het is 4 uur. Oké. Okay. De zon komt bijna wel op. Daarom. We gaan nog een paar uurtjes stukken. Oh, moe. Nou, laat maar vrij, hoor. Ja, ja. Kijk hoe de baas dat doet. Ik ga een beetje in het water laten gaan. Ja, hij komt er wel. Pak zijn staart maar beet. Als hij niet te snel weg gaat. Dag. Dag, kijk. Top. Maar wat ook leuk is, dat kunnen we ook even laten zien. Is deze man die niet eens wakker wordt. Mam. Mooi visje, hè? Wat hebben we nou weer in je handen? Ja, mooi visje. Mooi visje. Wel aangenet en een harde piep, jongen. Ja, joh. Ja, en we hebben hem er even uitgehaald en ik heb hem geassisteerd en ik heb even onthaakt. Dus, even onthaakt? Kijk, geschept en alles. Ja, dus het gaat steeds beter. Ik krijg het al een beetje door. Ja. Het is een topnacht. Ken je het korstbootje? Hè? Op een kende in het korstbootje. Ja, precies. Mooi visie toch? Ja, een half uur geleden hadden we ook een. Dus het is weinig slapen volgens mij. Het is nog geen half vijf. Dus. Nee. Maar hij heeft weer terug, dus we gaan hem weer lekker terugzetten. Ja, toch? Precies. Zo, volgens mij mag je vaker mee, man. Yes! Eindelijk. Pannenkoek, hè? Ja, lekker. Twee pit kooktestel. Ja. Bizar. Nog nooit zo'n kooktestel gehad. Weet je, die mannen van DW Fishing Team. Die chitter is alweer aan het eten, dik zak. Ook gebeuren. Ja. Wat een prachtige dag. Oh. Nou, we zitten hier aan de laatste bakkie. Mooie nachtje geweest. Misschien is wel te zien op mijn wallen. Maar ja, we zijn flink wakker gehouden door de vissen. Hoeveel in totaal? 6? Ja. 6 in totaal, waarvan 1 onder de opvlakte. Meet aan de spekkoper die de meeste al heeft gevangen. Dat is mooi. Chitspiegel. Ik een mooie vis van bijna 20 pond. Dat is wel een mooi productief nachtje zo. Dat vind ik ook. Ja, zo mee. Ben je er nou weer gezet? Ja, visie van de oppervlakte. Nice. Ik denk ik ga even brokken in de ochtend. Wat komt hier aan? Moeders, ben je ook een vis? Prachtig, hè, morgen. Ja, ook een vis. Nee, Michiel, zijn jullie goed bezig? Nee, zo. Nee, nu. Deze op de Nest Candy Crush gevangen. En, mooie visie. Nee, niet. Deze aan de oppervlakte, op een brokkie. Goed bezig, joh. Op het in driet. Mooi, hè? Lekker, dubbel run. Ja. Mooi, blijf zitten. Blijf zitten. En dan gaan we daarna lekker eten. Zeker, pannenkoeken. Prima, lekker werk. We hebben een prachtige nacht gehad, we hebben al heel veel gevangen. Dus ik heb... Ja, ik zie het aan je ogen. Ja. Ja. Toch met de DW Mannen van DW Fishing Zee. Een prachtige ochtend.
1. Oh, 2 leuk. 2. Oh, wat snel. Wat snel. Lekker gewerkt, Pik. Lekker man. Lekker man. Lekker man. Zit erop. De mat is nat. De auto is vol. Ja, we hebben lekker gevangen. Visie of 4. Nee, 6. Zes. Moet eens even laten zien hoe het moet. En voor de video naar leuk. Een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Abonneer op Chits gezicht. Op mijn gezicht. Hier zo. Hier gesproken. Klik op de knop. En dat was hem dan. Tot ziens. Tot ziens.